Dit schilderij stond op de ezel van Van Gogh toen hij stierf. Het is niet helemaal af. En we zien van heel dichtbij genomen boomwortels en wat lage begroeiing. Hij zat voor een helling en keek er werkelijk van heel dichtbij naar. En dat deed hij wel vaker, omdat hij graag close-ups maakte van de natuur. Bloemen, planten, insecten ook. Omdat hem dat tot rust bracht. En ik denk dat iedereen dit schilderij op 1000 meter zou herkennen, omdat het die kenmerkende stijl van Van Gogh heeft. Daar was hij heel erg nadrukkelijk naar op zoek. Hij wilde ook die eigen stijl vinden om een modern kunstenaar te zijn. En waar zit hem dat hierin? In die heel erg stevig neergezette contouren, die donkere contouren. En in die overal aangebrachte, heel dynamische, heel levendige toets, hè, waarmee hij de verf heeft aangebracht. En door de combinatie van al die dingen is het eigenlijk een heel erg, bijna abstract schilderij geworden. En dat was een heel belangrijke manier van Van Gogh, waarmee hij zichzelf natuurlijk neerzette als modern kunstenaar. Maar het heeft ook een heel erg grote invloed gehad op de kunst na hem.